Ik heb de afgelopen maand meegedaan aan droge januari. En jullie hebben echt geen idee hoe zwaar het was. Om als geestelijke 31 dagen lang verstoken te zijn van het bloed van Christus. Het is alsof je de moeder van haar kind scheidt. Sorry. Maar binnenkort, strakjes al, mag deze jongen weer drinken. Ik heb tussendoor natuurlijk af en toe wel een glaasje gedronken. Gewoon tijdens het eten of onder de douche. Want ja, wat moet je anders? Je kunt niet de hele dag masturberen. Ja, dat kan wel, maar daar komt het gedoe van. Dat weet je nu al. Het was ook een hele zware maand om te stoppen met drinken. De avondklok. De rellen. De verontwikkeling. Maar het is me gelukt en ik heb er ook dingen van geleerd. Niet drinken, dat is niks voor mij. Maar je hoeft ook weer niet iedere dag te drinken. Dus voortaan drinkt deze jongen met mate. Nog 2 minuutjes. Oh, dat is een goed jaar. Het jaar 0. Jezus Christus.